Hoi kijkers van de Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe GTA 4 aflevering. Dit is deel 10. Ja, dit is deel 10, volgens mij wel. Wij gaan deze keer, of wacht, zal ik even beginnen met de vorige keer. Moesten wij volgens mij deze auto gaan halen. Ergens aan de andere kant van dit land. Nou, niet van dit land, maar je snapt me wel. Waarom pak ik nu deze auto? Er zijn veel mooiere auto's, maar ja, wat maakt het ook uit? Het maakt allemaal niks uit. Als zo'n ding maar rijdt, vind ik het goed. En hier ga ik niet in. Dat vind ik meer zo'n plaatsje voor criminelen. Maar Nico is ook echt een crimineel. Maar in ieder geval, we moesten dus vorige keer deze auto halen voor Vlad. En nu hebben we hem alweer gestolen. Dus het heeft totaal geen zin gehad. En oh, scheisse. Wat is er nu weer gebeurd? Oh. Volgens mij moeten we die gast daar. Die daar zo heel snel rijdt. Die moeten we achterna. Dus dat gaan we maar even snel doen. Want ik wist helemaal niet wat er nu gebeurt. Want ik had nog helemaal niet uitgelegd wat we moesten doen. Want wij moesten namelijk naar Rome gaan. Dat stond daar, net beneden. Dus dat wilden wij ook doen. Alleen nu gaat er in één keer zo iemand zo heel snel rijden. Dus daar moeten we nu achteraan. Dus dan doe ik dat ook maar even. En nu ben ik hem kwijt. Oh nee, hier is hij. Hier is hij. Oh, wat is hij hier gecrashed of zo? Even kijken. Waar moeten we naartoe? Oh, hij is daarboven. Kom op, Nico, ga naar boven. Oh, moeten we deze ladder nemen? Kom. Nou zeg, ga nou eens op die ladder. Wat ga je? Nee, niet in die auto. Die ladder, Nico. Ja, goed zo. Goed gedaan, Nico. Jij kan dat toch zo goed, hè? Oh, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Pak hem, pak hem, pak hem. Op de ladder, Nico. Nico vindt het moeilijk om ladders te klimmen. Maar dat geeft niet. Als hij er maar op komt, vind ik het goed. Oh, hij staat daar ook gewoon stil, die gast, hè? Hij wacht gewoon op ons. Nou, nou. Oh, erachteraan, erachteraan. Go, 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 go. Go, 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 go. Oh, hij klimt hier op. Moeten wij daar ook op? Maar Nico heeft een beetje hoogtevrees. Oh, wat gebeurt er nou? Zo, dat deed hij goed, zeg. Dat deed hij mooi. Dat kunnen wij ook. Dat gaan wij ook proberen, hè, Nico? Ik weet zeker dat jij dat ook kan. Dat gaan wij ook eens even proberen, hoor. Oké, dat was die kant op. Go, 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 go. En joehoe. Goed gedaan, Nico. Dat deed je goed. Waar is hij nou? Nu ben ik hem wel kwijt. Is hier, waar moet ik naartoe? Moet ik hier af? Hoppakee. Goed gedaan. Hierover, het lijkt wel zo'n hindernisparcours. Zeg, we zitten niet in het leger. We moeten niet naar Afghanistan of zo. Dan moet je ook allemaal van die rare oefeningen doen. Want wij moeten hem gewoon even hebben. En we hebben hem bijna. Oh! Oeh. En ik weet niet wat Nico nu deed. Maar hij, hier, moet je kijken, hij hangt hier. Ja, Nico niet, maar die andere gast. Choose Ivan's fate. Oh. Wacht hoor. Press A to help even. Press Q to kick even. Oh. Ja, wat zullen we nou eens kiezen? Ik denk toch dat ik voor helpen ga. Ja, help. Nou zeg. Nico is altijd aardig voor de mensheid. Dus waarom nu niet? Dus ja. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to leave anyway, get away from all these people from back home, get into the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're a good man. You're a good man. Thank you. Kijk, dat horen we graag. Oh, ja, we gaan even saven. Nou, ik hoor hartstikke graag natuurlijk dat ik goed ben. Eens even kijken, want nu moeten wij nog van dit dak af zien te komen. Dit meen je niet. Mooie koprol, Nico. Alleen, ja,
Dat was niet de beste manier om van dat dak af te komen, dus. Shit, ik hoop niet dat ik die missie opnieuw moet doen, want daar heb ik geen zin in. Shit, nu moeten we geld betalen. Om in dat ziekenhuis hier te komen. Ha, shit toch. Oh, we hadden hem beter niet kunnen helpen, oké? Dan waren we misschien niet van dat dak afgevallen. Oh, ja, ja, ja. Het leven bestaat uit beslissingen. Soms maak je goede en soms maak je fouten. Ik denk toch dat we de goede hebben genomen. Want Nico doet graag echt wel aardige dingen voor de mensen. En hij is ook een mens. Die Ivan. En nu gaat hij aan de deur hangen. Oh, mensen. Het gaat... Nee. Oké, jij stopt. Jij stopt. Little Jacob. Ja, doe maar even antwoorden dan. Nou, wat heb jij dan weer te vertellen? Hè? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Je wat, zwerver. Oké. Nico doet graag leuke dingen voor de mensheid. Ga weg dan, oké? Ik zal niet schieten, maar ik wil alleen maar dat je weggaat, want ik haat zwervers. Oké, wij gaan natuurlijk niet lopen. Ja, nu mis ik steeds zijn auto. Oh, die Little Jacob die leidt me weer af van mijn werk. We moeten gewoon dingen doen hier. Oké, waar gaan we naartoe? Gaan we naar Rome of naar Little Jacob? Weet je, het is wel eens weer... Wow, ik heb even een spraakgebrek. het is wel eens lang geleden dat we die Rome hebben gezien. Nou, ik hoef hem ook eigenlijk niet te zien, maar... Weet je wat? Wat maakt het uit? We doen het gewoon en ik ga gewoon... Weet je wat? Ik ga gewoon hier door het park heen. Met de auto, dat zie je goed. Wat maakt het uit? Zo, al die mensen die daar zitten te hardlopen. Of zitten te hardlopen, ja. Dat gaat heel veel helpen om af te vallen. Als je zittend gaat hardlopen. Dat helpt echt heel goed. Dat is op aanbeveling van Sonja Bakker. Ja, echt waar. Oh, daar is de politie. En waarom draait deze auto niet? Wat een oude bak zeg. Nou, even naar Rome dan en woei! Uncle Vlad. Nou, ik hoop eigenlijk niet dat dat onze oom is, want daar heb ik geen zin in die gast. Hey, what's wrong? Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... You didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you... Dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! Alright, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid. Wait for me. Uh-oh, wat is er nu weer aan de hand? Ja, wat zal ik doen? Zal ik verder gaan? Ik weet niet hoe lang ik aan het opnemen ben. Ik moet mezelf echt eens even aanleren om gewoon eens even een timertje te doen. Want ik heb geen flauw benul van de tijd nu. En weet je wat? Ik denk gewoon dat ik deze aflevering afsluit. Nou hoop ik dat ik de volgende keer dan wel een timertje... Oh, Nico, die kan niet door hier. Ah, mooie jump, Nico. Maar nou hoop ik dus dat ik de volgende keer wel even een timertje aanzet. Zodat ik ongeveer weet hoe lang ik al aan het opnemen ben. Ik denk dat ik nu ongeveer zo 10 minuutjes bezig ben of zo. Dus ik vind het wel even een mooie tijd dan om te stoppen. Want ik weet niet hoe lang deze missie duurt. Zometeen duurt die echt heel erg lang en dan... Heb je zo'n aflevering van een klein half uurtje en dan duurt het heel lang voor
Sorry, Roman. Nu ligt hij in één keer op de grond. Nou ja, gaat er maar lekker bij liggen, zal ik zeggen. En dan ga ik deze video even afsluiten. En ja, het is natuurlijk weer gewoon hetzelfde. Ik vraag jullie natuurlijk weer om even te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Druk natuurlijk ook eens even op dat groene duimpje. En laat ook even een reactie achter. En hij wordt bijna aangereden hier. Nou, het is hier een feest in Liberty City. En ja, ik weet niet wat voor feest, want zijn vriendin gaat vreemd. Oh, sorry. Oeh, ik schoot. Ik schoot. En die man daar in zijn auto, die zit heel spannend te kijken. En weet je wat? Dan sluit ik het hierbij af, mensen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe GTA 4 video. Of ook bij de andere video natuurlijk. Graag. Dus doei!